Een topwedstrijd op de derde speeldag. Titelfavoriet Leopold op bezoek bij wat Dux dat 0 op 6 had. We zijn anderhalf minuut bezig. Meteen de bal bij Bond. De redding van Van den Broek. En dan de fout van Charlet. En dat is meteen een strafbal, zegt de scheidsrechter. Ja, voor mij had de PC ook gekund, maar het wordt een strafbal. Bom, klaar om te gaan scoren tegenover Van den Broek. Van den Broek de verkeerde kant uit en zo 0-1 voor Leopold. Zijn negende van het seizoen al. En dit is nog maar de derde wedstrijd en die is nog maar 2 minuten bezig. Waddux probeert wat terug te doen. Van Oost. Die raakt daar Anglebert met de stick per ongeluk. Terwijl daar nog een kans is voor Waddux, maar kan weggewerkt worden. Kijk, hier zwaait door en dan bij het neerkomen van de stick raakt hij per ongeluk Anglebert. Die moet gehecht worden, want dat bloedt fameus. Maar uiteindelijk zou hij de wedstrijd wel kunnen verder spelen. Leopold de betere ploeg, tweede kwart. Daar is een strafcorner met Bond, de redding van Van den Broek. Uitstekend gedaan door de jonge doelman. Bond, nog geen strafcorner doelpunt dit seizoen. Van den Broek de benen op tijd dicht. En dan Leopold. Geweldige eerste helft aan het spelen. Hoog tempo. Komen van alle kanten. De tree in de cirkel. Kan voorbrengen. Daar is Bond en die scoort. Zulke kansen laat hij niet liggen. Zijn tweede van de avond. Zijn tiende van het seizoen al. En dat is dus nog maar 3 speeldagen ver. Een fenomeen, Tom Bond. Hier de fout van Van Oost. Snel doorgespeeld door de tree. En dan Bond. Dit is geweldig. Draait weg van Charlet. En dan in de backhand schept hij die bal gewoon voorbij Van den Broek en zo 0-2. Waddux pas in de slotminuten eindelijk wat in de cirkel bij Leopold. Met Rogel op de achterlijn probeert voor te brengen de redding van Enne. En dan nog eens Enne, dubbele redding van de doelman. Eigenlijk in de eerste helft niks hoeven te doen voor mij Enne. Dan in het slot, dubbele redding wordt ook gesteund door Max Busch. Gaan we naar de tweede helft, strafcorner voor Leopold. Bon aan het tweede, Kassel de Groot aan het eerste. Bon kan gaan slepen tegen de paal. Oeh, uitgelopen door Charlet, nog niet afgelopen. En dan wordt hij voor doel gejaagd door Louis Eaton. Bon kan slepen, bijzonder ver uitgelopen door Charlet. En dan gaat hij tegen de paal. Ondertussen vierde kwart. Oeh, de tree. Onnodige fout op de paal. En zo geeft Leopold eigenlijk een strafcorner cadeau. En dan kan Waddux misschien wel in de wedstrijd komen. Dumont, de bal tot bij Charlet. Die kan hem slepen. Keihard binnen. Oh la 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 la. Victor Charlet. 1-2 brengt Waddux weer in de wedstrijd. De eerste 2 wedstrijden draaide de strafcorner niet. Maar dit is zoals het hoort. De tree geeft hem misschien net iets te veel ruimte. En dan pusht hij hem hard binnen. Een minuutje na die goal van Charlet. De actie van Verdussen op de achterlijn. Verdussen, daar komt Van den Broek. De bal geraakt niet weg. En Verdussen scoort. Ja, lang heeft Waddux niet kunnen vieren en genieten van die aansluitingstreffer, want hier is Arthur Verdussen. Van Oost laat hem wat ruimte en dan, dan gaat het daar niet goed. Van den Broek tikt hem tegen zijn verdediger aan en zo komt hij voor de stick van Arthur Verdussen. En dat is een cadeautje en zo 1-3 voor Leopold. Nog 10 minuten te gaan. Zimmer, Leopold probeert de wedstrijd nu helemaal te gaan beslissen. En dan is daar Baumgarten, die wil nog voor die bal gaan, maar heeft de bal niet en heeft wel Van Oost. En dan is dat een sliding tackle en dat betekent geel 10 minuten. En dus een man meer tot het slot van de wedstrijd. Nu wordt het spannend. Charlet kan gaan slepen tegen de lat. Oh la 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 la. Nog 5 minuten te gaan, bijna de aansluitingstreffer. Victor Charlet, een kanon. Maar dan gaat hij op de voet van Strijdonk, opnieuw een strafcorner. Charlet opnieuw en deze keer gaat hij wel binnen. En zo is het 2-3. We gaan nog een waanzinnig slot tegemoet. Via de voet van Anglebert. 2-3. Nu kan het nog voor Waddux dat een goede tweede helft speelt. En vooral in dat vierde kwart met die man meer. De vrije man iedere keer vindt. Bal in de cirkel. Daar is Willems. Mag de redding van Enne. Komt nog voor, maar is er gefloten. Ook al scoort Guilain. Maar gevaarlijk spel op die voorzet van Sidler. En zo eindigt deze wedstrijd toch. In een overwinning voor Leopold na een geweldige eerste helft. En uiteindelijk is deze man de man van de wedstrijd. Elio van Strijdonk heeft het achterin uitstekend gedaan in deze 2-3 overwinning.